Welkom bij BBTV Financiering. Vandaag gaan we het hebben over uh, de inkomens en de gevolgen daarvan in de akkerbouw. Want het gemiddelde inkomen voor 2017 voor akkerbouwers daalde dit jaar dus met 17.000 euro tot 25.000 euro gemiddeld per arbeidsjaar eenheid. Daar, dat maakte deze week de WUR bekend. Um, de prijsontwikkeling voor 2018 daarentegen ziet er ook niet heel erg rooskleurig uit en ik ga het daarover hebben met Peter Pals, directeur van Farmers Funding, wat de consequenties zijn voor de lange en korte termijn. Peter, welkom bij ons. Dankjewel. Um, een matig jaar wordt meestal gevolgd door een ander matig jaar. Is dat zo? Uh, dat is wel een uh, oude wijze uitspraak, zou je haast zeggen. En de praktijk uh, blijkt ook nogal eens een keertje zo te zijn. Uh, ja. Dat als het uh, ja, niet helemaal lekker wil lopen, wat we ook gezien hebben met de Oost-2016, uiteindelijk met een aantal producten, dat het uh, daarop volgende jaar, en dat is dan in dit geval 2017, uh, ja, niet bepaald een succes uh, is. En als we nu alvast uh, een klein beetje vooruitkijken naar 2018. Wat, wat verwacht je dan van de prijsontwikkeling voor akkerbouwproducten? Ja, nou goed, uh, in, in zijn algemeenheid is het zeg maar voor de bekende zogenaamde uh, vrije producten, en dan hebben we het zeg maar over aardappelen, uh, ooie, peen, en dat, dat soort spul. Uh, ja, is op het moment de stemming, uh, laat ik zeggen, niet heel erg uh, rooskleurig. Het, mm -hmm. het wisselt wel wat, maar ja, de vooruitzichten zijn algemeen genomen nog niet, uh, niet heel fijn. Wat betekent dit, uh, deze hè, die bedrijfseconomische situatie van akkerbouwers zoals die nu is, uh, en, en inderdaad ook doorkijken naar 2018 en waarschijnlijk ook gaat blijven? Um, voor de, in ieder geval voor de korte termijn, als het gaat om liquiditeit en financieringsmogelijkheden? Het um, is nou, dus natuurlijk voor elke akkerbouwer, eh, iedereen heeft zijn eigen individueel bedrijf. Dus de, de prijsafspraken die iemand heeft kunnen maken en dus waardoor, waarvoor hij uiteindelijk zijn product verkoopt, zal voor iedereen uh, anders zijn. Dat is logisch, dat is altijd al geweest. Mm -hmm. Maar in zijn algemeenheid uh, ja, zal er naar alle waarschijnlijkheid toch wel aanzienlijk minder. Geld, minder cash binnenkomende komende periode. En uh, dan is het niet ondenkbaar dat je, zeg maar richting de zomerperiode van 2018, waarin de, de meeste kosten gemaakt moeten worden, uh, een, een tekort aan, aan liquide middelen zou uh, kunnen krijgen. Lees: kun je dan op korte termijn de rekening van gewasbescherming of de loonwerker of dat soort partijen nog wel betalen? Want is het mogelijk dat een akkerbouwer daarvoor uh, bij een bank of een andere financier aanklopt? Um, nou, als het, het is sowieso van belang, uh, zou ik zeggen, voor elke akkerbouwer om voor zichzelf de situatie uh, van vandaag in beeld proberen te brengen. Ik zeg expres proberen, hè, want ja, wat de markt gaat doen, dat weet natuurlijk uiteraard niemand. Dus welk scenario houd je aan? Nou, mm -hmm. Proberen voor jezelf zo reëel mogelijk... Scenario aan te houden, dan kun je daarmee uh, eventueel richting je financier gaan om te bespreken van je, goh, bij mij is de situatie zo en zo. Hè? Uh, wat zouden we daar eventueel aan kunnen doen, kun, kun je en wil je me eventueel tegemoet komen. Want hoe staan banken daarin? Uh, ik denk positief kritisch. Uh, je zult als ondernemer aan moeten tonen goed kunnen laten zien van joh, hè, wat ik zeg, wat is er aan de hand vandaag, uh, onderbouwd en wel, en uh, hoe, hoe kijk je naar jouw bedrijf voor nu en voor de voor de komende periode. Want je zult wel per saldo uh, moeten kunnen aantonen natuurlijk dat het geld wat je eventueel bijkomt vragen, in alle redelijkheid op de middellange termijn ook weer terugverdiend wordt. Ja, ja precies. Wat voor oplossingen heeft dan Akkerbouw voor de korte termijn? Uh, behalve inderdaad aankloppen bij de bank. Uh, uh, naast aankloppen bij, bij de bank. Het eerste wat ik zou willen zeggen is stop met investeren. Als het jouw portemonnee niet past. Ja. Ik benadruk dat, want ik hoor nog eens een keer dat dat overwogen wordt. Maar als jouw portemonnee op dit moment het niet toestaat. Mm -hmm. Doe het dan ook gewoon even niet. Mm -hmm. Klinkt vrij stoer misschien, maar ja. Daarom zeg ik het ook. Hou de hand op de knip. Dat is ja. eigenlijk wat je zegt. Ja. Ja. Doe dat even. Uh, andere optie is natuurlijk dat je altijd kunt overleggen met je zakenpartners. Hè, waar je uh, aan afzet en of mensen waarvan je van afneemt. Hè, dat je over de betalingstermijnen uh, wat probeert te, te onderhandelen. Er mm -hmm. zit, zit misschien niet de meeste rek in, maar elke rek is meegenomen. Mm -hmm. En dan even terugkomen op die investeringen. Uh, de afgelopen paar jaar zijn er behoorlijk veel investeringen gedaan door de akkerbouw aan zich, uh, uit eigen middelen, in materieel vaak. Mm -hmm. uh, wellicht is een optie om alsnog een stukje financiering op het materieel te regelen wat zeg maar vorig jaar of het jaar daarvoor uit eigen geld is betaald. Dus dan komt er alsnog weer cash daaruit binnen. Is het ook nog een, een optie om bijvoorbeeld uh, uh, machines die inderdaad, behalve herfinanciering, die ook om te zetten naar lease? Nou ja, dat is eigenlijk ook, ook wat ik bedoel, hè, dat dat een overweging is uh, om dat te doen. Ja. En aansluitend uh, zie ik ook uh, mensen overwegen, en dat vind ik heel verstandig, die zeggen, goh, wat heb ik eigenlijk allemaal mm -hmm. aan spullen? Er zijn er misschien ook wel overwegingen om wat zaken af te stoten en dat zou materieel kunnen zijn maar ik had pas ook een relatie die een akkerbouwer die had nog zogenaamde kippenrechten hè. Die zei nou die verhuur ik altijd maar ja zo'n geweldige inkomstenbron is uiteindelijk ook niet misschien is dit toch het moment om daar nu afscheid van te nemen om ze nou. te verkopen ja en dat is een wel overwogen keuze ja precies nou. okay. dus. als we kijken naar de lange termijn wat wat kan een akkerbouwer dan doen hmm. Ja, nou goed dat je erover begint. Hè? Want we hadden het nu eigenlijk natuurlijk over: van, ja, er is nu mogelijk een liquiditeitsprobleem. En hoe doe je het nu? En, maar, het seizoen 2017, 2018? Ja, ja en daarna? Uh, uiteindelijk zal een, uh, een akkerbouwer, net als elke ondernemer, een lange termijnvisie moeten hebben voor zijn eigen bedrijf. En daarbij is risicomanagement uh, een hele belangrijke uh, factor. Mm -hmm. Met andere woorden. Uh, gaan we het hebben over prijsrisico's wat kan ik daar aan doen dus de eerste vraag die iedereen voor de lange termijn moet stellen is hoe overleef ik met mijn bedrijf lage prijzen uiteindelijk ja. is er sprake van een varkenscyclus en die heb je niet alleen in de varkens die heb je in heel de economie en ook in de akkerbouw ja um, en hoe doe je dat als akkerbouwer um, nou ja... Je, wat wat je, moet je, je doen voor die lange termijn inderdaad... en dat risicomanagement? Je zult uh, je eigen bedrijf goed in beeld moeten hebben... en moet, moeten kijken van... hé, hey, uh, hoe draai ik? Mm -hmm. En waar zitten eventueel bij mij nog verborgen winsten? Of met andere woorden... waar kan ik misschien kritischer en efficiënter uh, produceren? Mm -hmm. En dat weet ik wel. Iedereen zal zeggen... ik doe mijn best en ik ben goed bezig. Ja, dat snap ik ook wel. Maar dat wil nog niet zeggen dat als je je... Bedrijfskritisch tegen het licht houdt dat er nog niet een aantal punten zouden kunnen zijn die beter kunnen. En een andere die volgens mij in de akkerbouw best nog wat zeg maar, beter zou kunnen is onderhandelen. Mm -hmm. Onderhandelen, onderhandelen aan de inkoopkant en aan de verkoopkant. Mm -hmm. en, en dat klinkt natuurlijk makkelijker dan dat het is, hè, dat snap ik ook wel. Maar er zit meestal toch nog wel wat uh, muziek in. En een derde punt. Misschien vind ik die nog wel belangrijker dan onderhandelen. Mm -hmm. Als er winst gemaakt kan worden, durf dan ook een keer afscheid te nemen. Afscheid te nemen van? Van het product. Als je winst kunt maken, en ja. zeg nou er is een mooie prijs, ja. maar het zit goed boven mijn kostprijs. weg ermee. Ja. Ja, maar het wordt wellicht nog wel duurder. Nou, dat zou kunnen. Ja. Maar als je ergens geld aan verdiend zijn. hebt. Ja, ja, dat bedoel ik. Ja. He, dus op de middellange termijn vind ik dat van, ja, je moet ook je ver, verlies kunnen pakken aan de ene kant. maar je winst kunnen pakken is vaak nog wel moeilijker. Ja. En toch, toch is dat enorm belangrijk. Oké. Okay. Misschien wel het allerbelangrijkste. Oké, okay. helder. helder. Um, is het ook belangrijk voor, sowieso he, in het algemeen, of, dat zie je ook wel in andere sectoren, om meer en meer te bufferen? Is dat ook onderdeel van het risicomanagement? Ja, dat is zeker een onderdeel. Maar is dat voldoende? Merk jij dat ook? Uh, dat kan ik niet zo 1, 2, 3 beoordelen. Wat je natuurlijk wel vaak ziet, is dat wat er gebufferd wordt in de akkerbouw, wordt vaak omgezet in onroerend goed. Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Hè? Dat kan heel mooi zijn. Maar ja, eigenlijk moet je als, als ondernemer en zeker ook als akkerbouw wel een bepaald zeg maar cashbedrag hebben, waardoor je de eerste. Tegenslagen in lagere prijsvorming op kunt vangen. Ja. Dus in die zin is, is, is bufferen zeker van belang. En ook tot een bepaalde hoogte. Mm -hmm. En het is moet ik er ook bij Het is niet altijd even gemakkelijk. Want wat je in, in goede jaren vaak ziet, mm -hmm. is dat er uh, wat uh, herinvesteringen of uitbreidingsinvesteringen worden gedaan die echt nodig waren en die op dat moment ook fiscaal aantrekkelijk mm -hmm. uh, kunnen zijn. Mm -hmm. Waardoor natuurlijk de cash lees die buffer. Ook weer weg is. Ja. En als je niet herinvesteert, moet je meer belasting betalen. Dus daar zit, ja, daar zit wel spanning op. Ja. Maar dus reden te meer om daar goed naar te kijken. Ja. Okay. Als ik jou eigenlijk zo hoor, zo overal, dan zeg je eigenlijk vooral, uh, akkerbouwer, wees creatief ook in deze tijden, of niet? Ja, ik denk dat dat misschien wel het sleutelwoord is van uh, dit gesprek. Er is, een, er is een uitdaging, er ligt een uitdaging. Mm -hmm. Die kun je niet zomaar even 1, 2, 3, zo moet je het oplossen. Mm -hmm. Zoek ruimte, wees creatief ja. Wees creatief en wees proactief. En uh, doe vooral niet gelijk alternatieven in de ban en zeggen: Nou, dat is niks. Hou ja. het tegen het licht. Ja. Oké. Okay. Helder, dankjewel. Gedaan. Dit was BBTV-financiering met Peter Pals. Bedankt voor het kijken.